Hoi, gewacht. Goedemorgen, daar zijn we weer voor de rekeninstructie van donderdag 7 januari. Je ziet hem al, ik heb hem weer aan, want ik denk dat vandaag wel een beetje de dag is dat je denkt, wanneer gaan die scholen weer beginnen? We missen jullie namelijk echt. En misschien lukt het thuis heel goed, misschien heb je wat strubbels thuis en denk je van, het duurt toch wel een beetje lang of die en die is vervelend. Nou, één goede tip van mij, wees lief voor elkaar. Respecteer en accepteer elkaar, want het is even niet anders. We hopen dat we sneller aan de slag kunnen, maar voor nu weten we dat we even een tijdje thuis moeten werken. Dus doe je best. Goed, ik heb op het bord geschreven waar we vandaag bij rekenen mee aan de slag gaan. We gaan namelijk de procenten nakijken. Die hebben we jullie gisteren gedaan tijdens de extra oefeningen van rekenen. We gaan aan de slag met de verhaalsommen. Dan gaan we aan de slag met de sommenmaker. We gaan een les doen en als laatste ga je aan de slag met de weektaak. Nou, daar gaan we. Ik laat jullie als eerste even vanuit mijn mail een foto zien van jullie opdracht van gisteren van het bord. Pak ik even erbij, want het was deze foto. En hier zie je de antwoorden van de procentsommen. Ik ga even kijken op de camera, volgens mij is het goed te zien. Hij is wel een beetje scheef. Ik heb een beetje scheef foto gemaakt, zie ik. Nou, we hadden een rijtje samen gedaan en de rest zou je zelf doen. Dus aan jou even de opdracht om heel goed te kijken. En ik wil heel even nog met jullie terugkijken hoe het ook alweer ging. We gaan natuurlijk uit van de 100%, dat is het geheel. 10% was delen door 10. Om 1% uit te rekenen was het delen door 100. En hier zie je alle berekeningen staan. Wat je ook kunt doen, en daar wil ik je heel graag even naar verwijzen, ga je namelijk het welbekende strategieschrift erbij pakken. De gele bladzijdes waren de bladzijdes waar de breuken en de procenten en de kommagetallen op staan. Dan zie je namelijk hier, even kijken, waar ben ik? Ja, bladzijde 6. Je leert hoe je percentages kunt uitrekenen met behulp van vaste percentages. Ik heb namelijk toevallig gisteren nog iemand aan de telefoon gehad en daar zei ik ook, weet je nog dat we dat gingen uitrekenen met die streep eronder? Als je bijvoorbeeld een moeilijk getal moet uitrekenen, dat je dan eerst 1% doet of eerst 10%. En het staat hier helemaal uitgelegd. Gebruik die bladzijde dus ook goed erbij. Dan kun je alle procenten in principe uitrekenen. Oké. Nou, dan hebben we deze nagekeken. Zet het filmpje maar even op pauze en dan ben ik heel benieuwd hoe dat gegaan is. Oké. Gaan we samen door naar het volgende onderdeel. En dan ga ik weer even met jullie meekijken naar de verhaalsommen. Jullie zouden namelijk gisteren gemaakt hebben, even kijken, de bladzijde van Amber gaat naar Apeldoorn en als je naar het museum gaat. Daar heb je me ook een foto van gestuurd. Ik heb heel veel foto's gezien, dat was heel fijn. Ik zie bij de meeste kinderen dat jullie ook echt de vraag, de som bedoel ik, met het antwoord hebben geschreven. Nog niet iedereen doet dat. Let daar goed op. Ook nu ga ik je weer verwijzen naar ons strategieschrift, want je weet dat bij de blauwe bladzijdes bladzijde 11 staat en je weet dat dat de bladzijde is waarbij het stappenplan staat van het drieslagmodel. Ik ga ze nog even een keer met je herhalen. Kijk je met me mee? Pak hem maar bij. Ook al heb je hem niet altijd nodig, leg hem maar bij, zodat je de stappen kunt nalezen, zodat je geen slordigheidsfouten maakt. Of zodat je je antwoord nog een keer controleert. Of zodat je weet dat je goed hebt gelezen. Zodat je in ieder geval nooit een stapje vergeet. Stap 1. Verhaal context. Wat weet ik al? Dan stap 2. Wat willen ze weten? Dan ga je dus een stukje plannen. 3. Welke som past er nou bij? 4. Gebruik een handige rekenstrategie. 5. Wat is nou echt mijn antwoord? En 6. Controleren. Zorg ook dat je die laatste stap doet. Leg het boekje gewoon ernaast. Misschien heb je het niet altijd nodig, maar wel zo handig dat je het erbij hebt liggen. Zodat je het voor de zekerheid altijd hebt. En dan niet gaat denken, oh ja, kan het toch wel. Dit kan je echt helpen. Oké. Dan ga je nu voor vandaag de volgende twee bladzijden maken. En dat is de bladzijde van als je naar het museum gaat. En de bladzijde van bij een spelletjesavond. Die bladzijden maak je vandaag en die gaan we morgen nabespreken. Daar wil ik ook weer een foto van hebben. Dan hebben we nu deze gedaan. Dus ik schrijf hier even achter
F van de foto. Dan hebben we nog de sommenmaker. En bij de sommenmaker hebben we al geoefend met plus en min en keer gedeeld door. En gaan we nu aan de slag met de klokken. En bij de sommenmaker wil ik je vragen om twee bladzijden van de klokken te maken. Schrijf daar de juiste digitale tijden bij. Twee tijden per klok. Ook daar wil ik graag een foto van hebben. En ook die gaan we morgen nabespreken. Nou, dan gaan we nu door naar de les. En die mag je er even bij pakken. Blok 4, week 3, les 3. Ik pak hem er ook even bij. En deze had ik heel graag met jullie samen gedaan. Alle lessen natuurlijk, maar hier in deze les was het eigenlijk de bedoeling dat we gingen vouwen. Dus ik ga hem een beetje anders doen. Oké. Even kijken. Ja. Deze eerste opdracht die gaat over de datums. En daar hebben we het al eerder over gehad. Ik wil je vragen om deze zelfstandig te maken. Weet je nog dat we het hebben gehad over de verschillende maanden? Dat je met je knokkels kunt zien hoeveel dagen er in een maand zitten. Komt het bovenop je knokkel zijn het 31 dagen, gaat hij tussen twee knokkels in zijn het 30 dagen. De uitzondering is februari, want hij heeft normaal 28 dagen en één keer in de 4 jaar 29 dagen. Dat is belangrijk. Nu ga je uitrekenen hoeveel dagen of welke datum het is als je 5 dagen eerder gaat kijken dan 3 december. Dus welke datum is het dan? Hoeveel dagen is, sorry ik zeg het weer fout, welke datum is het 5 dagen eerder dan 1 oktober? Zo ga je dat zelf uitrekenen. Schrijf deze antwoorden gewoon op in je schrift. Gaan we naar het doel van vandaag. Je leert verklaren wat het effect is van knippen in een opgevouwen vouwblaadje. Dat is wel een heel gek doel, maar dat gaan we wel later nog doen. Kijk maar. Stel je voor je hebt een vouwblaadje en dit heeft alles te maken met je ruimtelijk inzicht. Stel je nou voor, je gaat een vouwblaadje vouwen en je gaat een stukje knippen. Nou, er staat letterlijk wat je moet doen, hè? Vouwblaadje. Volgens mij heb ik er twee. Nee. En het vouwblaadje ga ik twee keer dubbel vouwen. In de schuine weg. Dus één keer. En nog een keer. Nou, stel je voor, ik heb hem hier zo. En ik ga dan hier een vierkantje eruit knippen. Dan vragen ze dus, hoe ziet dan het blad eruit? Nou, heel eerlijk, ik vind het ook lastig. Ik moet het ook altijd even zien. Ik heb hem geknipt, hè? Zie je. Dus ik maak hem even open. En dan zie ik dus, hey, welke is het dan? Dan is het dus deze. Want ik heb hem twee keer dubbel gevouwen. Ik heb één hoekje eruit geknipt, maar omdat ik hem twee keer heb gevouwen, heb ik dus ook twee hoeken eruit. Dan zie je dus dat het dit antwoord is. Dus A is het derde antwoord. Je mag trouwens ook tussendoor een vierkant blaadje pakken en even meedoen. Gaan we naar B. Stel je voor, er worden twee stukjes uitgeknipt. Nou, moeten ze een nieuwe pakken. Dus ik vouw hem weer dubbel. Je mag graag met me meedoen. Zorg er wel voor dat je een vierkant blaadje hebt. Het kan natuurlijk ook een kleurtje zijn. En als ik hem dan zo heb liggen. Oh, mijn pen blijft vastplakken. Zo. Moet ik hier het hoekje knippen. Heel goed kijken waar je moet knippen. Deze. En ze zeggen knip hier een hoekje. Nou, prima. En wat krijg ik dan? Ik wil eerst goed knippen hier. Nou, ben benieuwd. Maak hem open. Kijk wat ik krijg. Hey. Ik krijg dus de tweede. Want ik heb bij ieder hoekje... heb ik dus een stukje eruit, want dat is die. En in het midden heb ik dus eigenlijk een vierkant. Dat is hem. Dan zie je dus, als jij iets maakt, dat je een ruimtelijk inzicht moet hebben om te kunnen zien wat je ervan gemaakt hebt. En sommige kinderen zien dat heel snel, en anderen moeten dat echt voor zich zien. Ik heb echt dit nodig om te kunnen zien wat het eigenlijk is. Goed, dan hebben we eigenlijk deze som af. En ga ik heel even met jullie kijken, want je mag nu zelf maken som 4 en 5 in je werkboek. En deze opdracht vind ik nou niet het allerbelangrijkste lesdoel, maar het is wel een goede oefening voor jezelf, voor je ruimtelijk inzicht. Dus, je maakt zelf alleen nog maar oefening 4 en 5 in je werkboek. Oefening 3 mag je dus overslaan. Oké.
Zo, dan gaan we even terug. Want dan blijft er nog één ding over en dat is je weekdag van rekenen. Morgen is de laatste dag dat je die af kunt ronden. En morgen kom je ook naar school, want als het goed is heb je gisteren woensdag een bericht op Easy gezien dat jullie op vrijdag tussen 10 en 1 uur naar school komen om even je spullen te ruilen. In het Easy bericht staat precies wat je moet inleveren en daar staat ook in dat je nieuwe spullen krijgt. Dus je komt ergens tussen 10 en 1, dan kijk even naar je spullen, je krijgt van mij de nieuwe spullen mee en de nieuwe weektaak. En dan kun je weer aan de slag. Dus probeer om voordat je naar school komt je werk af te ronden. Als dat nou niet gelukt is, neem je de spullen gewoon mee en overleggen we samen even hoe we dat gaan oplossen. Kunnen we ook even bijkletsen hoe het met je is. Nou, dat is eigenlijk even de opdracht voor vrijdag. Voor nu zou ik je dus willen vragen om ook weer een half uur te werken aan je rekenweektaak. Misschien moet je die dan morgen nog even afmaken, misschien is dat al gelukt. En dat was hem wat betreft mij voor vandaag, voor rekenen. Goed, dan spreken jullie later weer voor de andere instructies. Doe je best, zet hem op en denk aan je strategieschrift. Doei!